Mijn pa was kuster, hè. Vrijdag. 50 jaar kuster geweest. Ja. En op een dag was ma ook er dan zelf gelee. Zeg, precies dat, gelee. Nee. Sham zeg ik nog. En ze had zo, omdat er veel te van die in mijn bokalen schoen, gewassen, zo voor gelee te doen. Daar stond allemaal de dreugen en in zo'n kleedplekje, dat doet een spin vroeger, een spin. En er stond een kleedtuffeltje en er stond dat put allemaal op, dat te veel, dat is ook zo'n te dreugen. En dan moest ik iets hebben en in dat plekje daar, in dat spin. En ik stond een stoel en ik zat met een voet op dat tuffeltje, dat was zo, een wankel tuffeltje, en dat tuffeltje vult natuurlijk hem. De heel put in de grond, allemaal kapot, ja, dat was er genoeg voor oorlog in het huis. Ja. En voor het was zo, links het was zo, een eender iets zal ik zeggen. Er was een putje, een houten putje. En met dat put allemaal op de grond voelen, is wat met een trein, dat valt af, even de pot voert en de turm op. En met een paar, dat kom later nog nodig. Ja, ik keek er een zwemme zoek, maar opkomen, ik denk. Ik ga de kerk inlopen, de kerk was heel kort bij. En hij had me de kerk zien inlopen, hij dacht, ja. Hij was kuster, dat was zijn terrein. Hè. Maar ik kom ook veel in de kerk, hè. En ik kom in de biechtstoel zitten. Hè. En er worden vier biechtstoelen. En hij staat me in de biechtstoel, dus juist kostte me de deur in een vaarwagen, zo. Hè. En ik kom in de kerk in. En hij dacht, hij zit daar, en ik blijf er zitten. Onze pa was een hele geduldige man, zo. Hè. En dan zat hem dus zo naar een pilair en dan bleef hij zitten, een kwartier, 20 minuten en half uur. Die kun je toch alles hebben. Maar ik zou later dat gaan denken, ik zoek hem zitten en ik denk, als jij niet goed gaat, blijf ik ook zitten. En dan is dat van mijn zeer en is dat dan toch tos gegaan. Ja, en dan moest ik dan ook tos gaan daarna. Maar toen was het weer kont de kermis. Hè. Maar vroeger was dat zo, hè. Dat was altijd, maar het worden lijfstraffen, maar ik heb er nooit. Ik vond dat niet fijn, maar dat was heel normaal. Hè.